Groente en fruit staan bijna bij iedereen dagelijks op het menu. Onze Vlaamse land- en tuinbouwers zorgen dat dit lekker, gezond en ook veilig is. Dat kan enkel wanneer ook het plant- en zaaigoed waar zij mee starten helemaal gezond is. En dus waakt de overheid over de kwaliteit van het zaaizaad, de poot aardappelen, plantgoed van groentegewassen en teeltmateriaal van fruitbomen, bosbomen, siergewassen, wijnstokken en hop. Hier in Dendermonde worden groentezaden gekweekt. Twee specialisten doen er vandaag een visuele controle op zoek naar bepaalde ziektes of onkruiden, zoals striga. Ja, door de toegenomen internationale handel, het veranderende klimaat en het verlies aan biodiversiteit komen onze gewassen meer en meer onder druk te staan van nieuwe ziekten en plagen. En ja, denk bijvoorbeeld aan de letterzetter die grote delen sparrenbossen aantast. En daarom werd eind 2019 de nieuwe plantengezondheidsverordening geïntroduceerd in de Europese Unie. En die verordening die zit in op twee sporen. Ten eerste het voorkomen, het vroegtijdig opsporen en het uitroeien van quarantaineorganismen. Quarantaineorganismen zijn organismen die nog niet of in beperkte gebieden voorkomen in de EU. En het tweede spoor, dat is het beperken van de aanwezigheid van plaagorganismen op plantaardig teeltmateriaal. Die onaanvaardbare economische schade kunnen berokkenen aan ons gewassen. Dat zijn de gereglementeerde niet-quarantaine-organismen. Wij noemen die kortweg RNQP's. En voor die RNQP's gelden er drempelwaarden op plantaardig teeltmateriaal. En die drempelwaarden die worden aangevuld met maatregelen die moeten genomen worden om de aanwezigheid van die organismen zo laag mogelijk te houden. Daarnaast zet de plantengezondheidsverordening ook nog in op een verplicht plantenpaspoort. En deze set van plantensoorten en geslachten waar die nu verplicht is, is breder dan voorheen. En zo willen we ervoor zorgen dat de land- en tuinbouwers kunnen blijven beschikken over gezond plantaardig teeltmateriaal. Het plantenpaspoort garandeert land- en tuinbouwers, maar ook hobbytuiniers, dat zaden, pootaardappelen of planten grondig gecontroleerd werden. Ze vertonen geen symptomen van de ziekte en plagen die onder de verordening plantengezondheid vallen. Met het plantenpaspoort garandeert de producent van het teeltmateriaal trouwens ook de traceerbaarheid, mocht er toch nog iets mislopen nadien. Wij zijn een fruitboomkwekerij, dus gespecialiseerd in de teelt van appelbomen en perenbomen. Wij exporteren die bomen over het gans noordelijk halfrond eigenlijk. Wel, uiteraard moeten wij gezond plantmateriaal afleveren en is het belangrijk ook dat wij geen ziektes verspreiden, omdat wij eigenlijk in heel wat landen exporteren. Ook in verschillende klimaatstreken waar ook andere ziektes eigenlijk dan wij hier kennen voorkomen. Nu, het belangrijkste daarbij is natuurlijk de autocontrole. Dus wij lopen constant door de kwekerijen en als we iets verdacht zien, als we het zelf kunnen herkennen, dan wordt dat verwijderd. Anders halen we daar ook expertise bij als het gaat eventueel om ziektes die we eigenlijk nog niet vastgesteld hebben. En naast de autocontrole houdt ook de overheid dus een oogje in het zeil. In Vlaanderen staat het departement Landbouw en Visserij in voor toezicht op het teeltmateriaal van de zaaizaden, pootaardappelen, groenteplanten en het gecertificeerd teeltmateriaal bij fruit, bij wijnstokken en hop. Vandaag voeren Marleen en Tristan een controle uit op de fruitboomkwekerij van Geert. Zo'n controle bestaat uit twee aspecten. Enerzijds hebben we een administratief luik. Dat betekent dat wij vooral controle doen naar traceerbaarheid en het correct gebruik van plantenpaspoorten. En dat heeft dus zowel te maken met plantenpaspoorten die het materiaal vergezellen wanneer de fruitboomkwekers het aankopen als materiaal dat zij verkopen. En anderzijds hebben we dus de visuele controle in het veld.
Wij bezoeken dus al die percelen minstens één keer per jaar. En de aandacht gaat dus naar de aanwezigheid, of beter de afwezigheid, van schadelijke organismen of symptomen van schadelijke organismen. Het belangrijkste daarbij zijn de quarantaineorganismen, omdat die dus absoluut niet mogen aanwezig zijn. Daarnaast hebben we ook nog controles op de RNQP's. Dat is een ander soort van organisme waarvoor dat er normen zijn. En wij gaan dus nakijken ter plaatse of dat die normen gerespecteerd worden. Soms weten wij het ook niet goed en dan hebben wij dus de mogelijkheid om een staal te nemen. En dat staal wordt dan geanalyseerd in een erkend laboratorium. Pootaardappelen vormen een ander aspect. Tijdens de veldkeuringen in juni en juli wordt er een eerste visuele controle gedaan op de afwezigheid van Q-organismen of overschrijding van drempelwaarden van de RNQP's. Na de oogst volgt er een tweede visuele controle en worden monsters genomen voor specifiek onderzoek naar RNQP's en bepaalde Q-organismen zoals bruin en ringrot. In Vlaanderen zijn zowel het FAVV als het departement Landbouw en Visserij bevoegd voor plantengezondheid. Om het producenten van uitgangsmateriaal gemakkelijk te maken, werd bij de bevoegdheidsverdeling gekozen voor een uniek loketprincipe. Dat betekent dat één organisatie zoveel mogelijk instaat voor alle maatregelen binnen één sector. Op www.vlaanderen.be/landbouw/plantengezondheid vind je gemakkelijk terug wie bevoegd is voor de registratie en controle van teeltmateriaal in elke sector.